Mais j'adore Eleven Ivy. Rien ne va se rendre. Deze gebruiken we sowieso nog niet. En we hebben niet zo heel veel geld. Dus die gaat weg. En deze gaat ook weg. En aan de hond gaan we ook. Weg doen. Maar dat gaat nog niet zo heel gauw gebeuren. Eerst gaan we opmaken. Wat er in de schuur staat, is dat heel veel kunstmest in. Die gaan we leggen. En toen dacht ik, maar ik kan natuurlijk ook met het geld wat ik daarvan overhoud, een kunstmestrooi kopen. De hond krijg ik ook 1000 euro. Het is heel spijtig, maar we gaan het wel weer opnieuw doen. Hey, monsters staan hier gewoon tussen. Dat is lekker makkelijk. Die kan ook weg. 2000 euro. En die schoen. Die. Zo. Ik heb het huis ook gelijk even weg doen. Kijk, en nou hebben we serieus geld. We gaan het huis vanmiddag weer terugzetten. En waarschijnlijk de schuur ook. Maar dan moet deze dit even hangen. Dus, maar wat hebben we nodig? Een kunstmestrooien. Want we moeten ook land van kalk strooien. Ik dacht gewoon om deze. Een nieuwe configuratie smalle banden. Ik kan niet een rondje draaien, waarom is dat? Weet ik niet. Nee, maar niet kopen. Wat kost het huis dan? Ja, ik had eerst een indeling bedacht. En toen bedacht, hey, was de massieve in? Oh, die staat hier nog. Maar die kunnen we straks wel even naar huis brengen. Dus vandaag gaan we de boerderij eigenlijk een beetje opnieuw opbouwen. Het stuur is nog wel even wennen dat het zo. Of het is heel hartstikke licht, of hartstikke zwaar. We hebben er wel een trekker met brede banden ervoor staan. Maar dat maakt het op zich heel veel uit. Deze landbouw kan wel nodig.
En dan koop ik even twee pallets. Ik weet het niet. Handbakkelijk is niet zo duur. Op zich is dit nog maar de eerste speeldag. Dat schiet lekker op. Ik dacht dat er veel meer in ging. Inhoud. Oh, 9. Gaan we nu de Marcy Vleugels in huis brengen? Hij stuurt toch nog steeds traag. Zeg rustig op de bocht. Even niet opletten wat er is hier, hoor. Misgevallen. Iets goed lekker. Het is vandaag 2 februari. Normaal gaat het iets sneller. Het is de 5e aflevering. Dat heb ik helemaal gepakt. Ik heb voor gisteren bij een maat lopen klussen en het is niet helemaal goed gegaan. Ik heb mijn vinger.
deze kamer. En nu heb ik een pleister gevonden. Ik kan je vertellen dat met papier werkt het niet zo mooi. Nee, ik kwam erachter dat de indeling zoals Raya niet helemaal top was. En dat het straks niet uit gaat komen met wat ik wil. Dus vandaar dat ik dat even verander. Dat er een dingetje in het huis zit, waardoor die niet strak in gang kan maken. En dat moet sowieso gebeuren. En in die ene schuur heb je daar gewast. Dus dat zou doen. Dus daarom breng ik deze kruis. Maar ingezet. Kijk terug naar de kruis. De aan. Die is ook al klaar. En aan de andere kant is het ook wel toch wel handig geweest. Want doordat we hier een schuur gebouwd hadden. Nou weet ik nog met die paden die in de schuur zitten. Hoezo moeten die weg, want ze staan in de weg. Kijk, dat er ligt hier bulletje gebouwd, hè. Nou, dus de ton. Ik zet ze gewoon even het gras hier ook. En dan als dit op is, dan ruimen we dat wel chillen op de weg. Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik op controle werk. En die andere helft moet bruinen. Dat doen we gewoon. Oppakken met de. Ik heb dus best wel weer.
werkplaats hebben we op zich niet nodig. Ook om die terug te halen. Oh. Ik moet eigenlijk even als ik het spijt heb. Die voorlader oppakken is er wel even bij. Oh. Oh. Trouwens gebruik ik ook niet, als ik de daar kan doen. Spulling. Meestal van alle werktrekkers aan het werk zitten. Wees eens kijken wat we kunnen lenen voor de boerderij weer op te bouwen. Het is niet eens genoeg voor het huis. Misschien gaan we straks nog een missie doen. Zou je hem niet plaatsen? Eerst even in deze stap. Zo, dat lampenkalk dat hebben we wel nodig, zeg. Die staat daar.
Er was een job. We mesten hier ook. Op 21. En sowieso moeten we dan weer een schuur hebben. En dan gaan we kijken of het past. Ja, maar dit is dan hier een paar dingen in de weg. Wat kost het huis? 3,5. En wat hebben we nog meer hier? De decoratie. Oh, dat is wel goedkoop. Misschien is het nou ook wijs, want er waren ook nog andere missies, om een cultivator te kopen. Cultivator. En dan van 300 pk. Dus ik op 6 meter. Veld 21. Dat is, even kijken. Naast me. Dan gaan we een beetje keuzes lopen strooien. Deze is al bijna klaar. Volgens mij nog niet, vriend. Sommige helpers zijn dus net zo nog zo'n onnozel wachtbrood. Je zit er ook echt gewoon over die pijntje met de verdeling lopen.
straks hebben we natuurlijk stroom. Dus even kijken, want we gaan natuurlijk onze eigen oogsten proberen de volgende video's. Even te kijken van een opraapwagen. Stiekem. 150 pk nodig. 200 pk. Oké, dus die kunnen gewoon. In principe zouden ze er allemaal achter kunnen. Zo, we hebben wat nieuwe spullen erbij. Thuis hebben we toch niet echt nodig. Schuur hebben we dan wel weer, dus we kennen de. Hoe heet het? Op gaan ruimen. Daarom kunnen de zaden in gaan staan. En ik weet niet of het belangrijk is voor de. Voor de machines. Hoe groot is die watertank? Oh mijn god. Ja, oké, die grond is niet van mij. De massieverkoop is al bijna klaar. En de zonder is klaar. Ja, dat was trouwens wel 3000 euro. Meeste, vel 23. Wat is ook er waar die is? Eigenlijk hier van de andere kant voor de 22. Oh wacht, deur maar niet. Mooi, dat is 23. De soldering is klaar. Die kan naar huis.
wel even iets kijken of dat past. Deze. Kan die daar op het hoekje? Ik heb er andere weer. Daar verder. Ja, daar kwam hij net aan. Dan heb ik die ook weer terug. Net had ik hem. Die doet het sowieso. Nee, maar dat past natuurlijk niet. Ja, dat gaan we als een andere plek op zoeken. Ja, dat had je ook niet kunnen staan. Lekker neer en die mag ik weer niet meer. Die doet het zo allemaal. En dan zit ik vast tussen de paal en dat. Ja, ik die alleen maar broer. Volgens mij heb ik het. Dat is dit, kunstwerk. Gaat dat wel weer op dezelfde manier binnen zijn. Zit daar wat? Maar het is gewoon een plaat. Later. Kosten. Of wel iets kunnen ze best.
Nee, maar dan gewoon. Heel makkelijk opgelost. Vaak moet dit midden. Maar dat is een vraag. Het is wat beter om vaak dit midden te zetten. Want deze is gewoon. Ik wil rustig doorduwen. Ja, dat doe ik niet. Ik doe hier ook die landbouwballen. Ik doe dit tussen. Ja, want zaden moet bijna nooit staan, want dat zit er in de zadeltje. Dus ik ga dit hier ook wel komen. En anders heb ik wel een idee voor de pellet met zaden. Dan moet ik hem wel even draaien.
televisie gekeken. Ik weet het niet zo leuk. Ja, kan niet op zich. Ook nieuwe spullen erbij. En ik heb dat tijdelijk in deze schuur. Even te kijken van ruimte hier en dan. Dat is te kort. Dingen moeten. En is die schuur tijdelijk voor een machine? Er komen natuurlijk ook nog meer machines bij me. Die moeten we wel bouwen. Oh, voorlader. Oh, die kan er niet achter. Ik had eigenlijk nog van gedacht dat ik deze aan het trekken zou kunnen. Ik mee kan nemen. Gereedschap volgens mij. Trekken. Nee. Hier hoeft niet zo heel veel rij tussen te zitten, want het is natuurlijk een opslag. Dan moet ik in de mij stappen. Wat heb je allemaal gedaan? Vandaag is een beetje weer een rommeldagje. Ik ben aan de weg. Gaan we kijken of we de schuur nog een keer kunnen bouwen. Ja, nou wel. Dan moeten we het anders doen. Zo is er genoeg ruimte. Kijk, recht zit.
Ja, er is nog genoeg ruimte om in te steken nu. Machines die moeilijk gaan, die gaan toch op makkelijke plekken. En dan kennen we op de zon weer. Nu wordt gewoon de dag doorspoelen. Dan moet je helemaal door doen met de nieuwe zee. Ja, ik heb gras gehoord in silage. Nee, want silagebalen gaan we niet maken. Want silage halen we uit de sleutelsignaal. We hebben alleen betrekking. Missie was die al verbracht? Nee, niet. Oh, je ziet ook niet wat we gedaan hebben. Jij moet alleen naar die hoekjes. Maar welke hoek heb je niet gedaan? Dit doe ik bijvoorbeeld.
denk ik dat ik straks met de aflevering 1 de tijd over doen. Ja, wacht, dan ken ik de missie. Kunt u verhaal 1000 euro. Ik wil eigenlijk voor oogsten. Als ik kijk naar mijn eigen velden, dan is die 100% bemest en die moet nog een keer bemest worden. En dan moet ik het eerst doen. Schip op waar ik dan. Dan gaan we die terug naar huis brengen deze. En dan nee, dat is dat ding. En dan gaan we kijken wat we de volgende keer kunnen we sowieso gaan we de kunstbestrooier even legen. En dan kan dit opgeruimd worden. En dan hopen we dat het systeem werkt. Dat stuurt het te traag, joh. Dat gaan we met deze waarschijnlijk doen. We gaan deze eraf aan.
En dan gaan we de volgende keer gaan we een veld cultiveren. En dan doen we wat opruimen. En als we de missie doen, dan kunnen we de tijd even doorspoelen, zodat we wat bij ons kunnen gaan doen. Nou, ik dank jullie hartelijk voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer.